erf en akker. Ida, onze Gelderse warmbloed, was uitgeteld. Dat wist nu onderhand iedereen wel die in de buurt van het kleine weidje aan de weg woonde. Het was Jans met haar kromme benen die meende weeën te gaan bespeuren en zo snel als haar benen dat toelieten naar ons toeliep en gejaagd zei dat het paard ging veulenen. Kleine Kees, die er nachten niet van kon slapen, was er als de kippen bij, want Ida was ook zo'n beetje van hem. Maandenlang had hij het al over dat veulentje gehad, maar ook de vierjarige Joopie, wiens vaders tuin aan het weidje grensde, dribbelde reeds naar de stal, waar Ida nu inderdaad ernst begon te maken met de geboorte. Joopie werd teruggestuurd, want dat is te onbegrijpelijk voor zo'n ventje. Kees bleef. Hij was tenslotte al 12 en hij was ook reeds van vele dingen op de hoogte en las al heimelijk de lach. Onze buren, die reeds jaren paarden met veulens hadden, kwamen assisteren. Zou er iets mis mocht gaan, maar alles ging van een leien dakje. 3 keer flink persen en het jonge paardje lag in het stro. Piet joeg de moeder omhoog, zodat het vlies en de navelstreng braken. Moeder Ida stond er nog maar wat onwennig tegenover, want het was de eerste keer dat ze een veulen kreeg. Zo voor de eerste keer is dat natuurlijk ook heel wat, maar al spoedig begon ze haar zoon schoon te sabbelen. Het is jammer dat het een engst is, zeiden ze. Maar toch waren we allemaal blij met het veulen. Kees vooral. Hij zou er eens goed voor gaan zorgen, reken maar. Het veulentje zocht de tepels van zijn moeder, maar die kreeg de schrik van haar leven en een paar keer sloeg ze haar zoon tegen de vlakte. Dat is niet zo mooi, zei Piet, die er verstand van had. We zullen straks moeten helpen. Bovendien had Ida nagenoeg nog geen zog. Ook de nageboorte kwam niet. 1 uur of 6 kunnen we wel wachten, zeiden de kenners, maar dan motten we om de veearts. Ook na 6 uur was er nog geen niets aan de hand. Dan de veearts maar. Werkelijk, we hebben bewondering voor die kerel. Zonder angst, schroom of zenuwen begon hij aan zijn weinig smakelijke werk. De hele nageboorte zit nog zo vast als een muur, zei hij. Ida stond kalm met haar staart omhoog en liet de veearts zijn gang maar gaan. Stukje voor stukje pelde hij de nageboorte los. En eindelijk, na goed 3 kwartier, had hij het karwei geklaard. Opgewekt namen we onder elkaar een oude klare en rookten een sigaret. Ida sloeg nog steeds met naar haar veulen als hij probeerde te zuigen. Je kunt nog wel wachten tot morgenochtend, zei de veearts, maar als het dan nog niet gaat, dan moet je helpen. De andere dag gingen we het veulen helpen. Ida sloeg de stenen uit de muur en het stomme veulen zoog overal, behalve daar waar de spenen waren. Ida had nu heel veel zog gekregen en de melk spoot uit haar spenen. We zullen eens een praam op zijn nusje zetten, stelde Piet voor. Nou mensen, daar had ze een heilig ontzag voor. Want toen de praam goed strak op haar bovenlip zat, had ze geen capsones meer. Ze keek wel niet zo heel vriendelijk, maar ze verzette geen voet meer. En dat oliedomme veulen maar zoeken. Waar zat nou dat gaatje waar de melk uit komt? Na 1/2 uur wist hij het. Hij moet eerst nog van zijn kak af, zei Piet. Dat was eerder gezegd dan gedaan. Iedere uur werd het veulen trager. De veearts die kwam kijken, spoot hem glycerine in. Maar het verwachte resultaat bleef uit. Tegen het vallen van de avond, toen hij ongeveer 24 uur oud was, ging het hengstje dood. Ida begreep het niet helemaal, ze bleef haar jong maar likken. Keesje kwam uit school om naar zijn veulentje te kijken. Eerst werd zijn gezicht donkerrood en toen lijkbleek, waarna hij driftig begon te vloeken met tussenvoegsels als waarom moet dat pertje nou kapot gaan? En de tranen sprongen in zijn ogen. Nou ja, we waren geen van allen in een feeststemming. Keesje vloekte en had tranen in zijn ogen. Wij waren er verder allemaal te oud voor, maar Keesje vertolkte ook onze gevoelens. Dank u, schrijfkouter.